Gewoon intensieve anti-oogveroudering. Niet oogveroudering. Anti-oogveroudering. Het is weer tijd voor een pakketje. Een dol pakketje. En dan denk ik dat ik al weet wat erin zit. Misschien is het wel iets heel anders. Nee, het is precies wat ik dacht. Een Revalift Laser X3 van L'Oréal Paris. Nou, en dan gaan we testen. En nou ben ik deze hele week op de 9 maandenbeurs geweest. Dus dan sta je in zo'n beurshal. Ik heb altijd wel een laagje make-up op als ik moet presenteren. We zijn in goed gezelschap. We hebben hier de Revalift Laser X3 Peeling Effect Ampoule. Dus peeling effect. Dus het is geen peeling, maar het heeft wel hetzelfde effect. De huid is als nieuw na 7 dagen. Als het goed is, heb ik hier... Oeh, kijk eens! Wauw! We hebben de Revalift Laser X3 Intensieve Antiverouderingsserum. We hebben de Revitalift Laser X3 intensieve anti-oogveroudering. Niet oogveroudering. Anti-oogveroudering. Dan hebben we de... Even kijken, dit zijn twee dingen, ja. De intensieve anti-veroudering met een zonprotector factor van 20. En de intensieve anti-veroudering nachtcreme. En dan hebben we hier de ampoule. Dit is volgens mij helemaal nieuw. Het is een 7 dagen kuur. Dus er staat Revalift Laser X3 7 dagen kuur peeling effect ampoule. 1. Een stralende huid. 2. Gladdere huid. En 3. Verhelderd pigmentvlekjes. Nou, daar heb ik gelukkig nog geen last van. Maar ik kan wel een opfriskuurtje gebruiken, want hier en daar, af en toe zie ik ook wel eens een lijntje. Nu nog iets voor hier en daar een grijze haar. Nee, zo erg is het allemaal nog niet. Maar ik verzorg mezelf wel goed. Zeker als ik bijvoorbeeld opnames heb of ik moet vaak spreken en dus wel wat dikker in de make-up ga dan normaal. Dan besteed ik wel iets meer aandacht aan mijn huid. Dan doe ik een extra maskertje, reiniging, een scrubje of juist een wat meer voedende masker erop. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit me gaat bevallen. Oké, het stappenplan. Stap 1. Breng 's avonds 1 ampoule aan na het reinigen van je gezicht en voor de rest van je nachtverzorging. Dus gezicht reinigen, ampoule aanbrengen en dan de nachtcreme met de oogcreme. Na 7 dagen ziet je huid er weer uit als nieuw. En lijken de pigmentvlekjes verhelderd. En waarschijnlijk ook een beetje de lijntjes verzacht. Stap 2. Herstellende en verzorgende nachtcreme. Breng 's avonds de nachtcreme aan na het gebruik van de ampoule. De drievoudige werking vermindert rimpels, maakt de huid gladder en herstelt de huid. Stap 3. Breng 's ochtends de dagcreme met de Sun Protector Factor 20 aan op een gereinigde huid. Door de ampoule is je huid extra gevoelig voor de zon. Ja, dat is logisch. Daardoor is het goed om een dagcreme te gebruiken met minstens SPF 15. Maar deze heeft dus al 20. Het ziet er toch echt uit alsof het kerst is. Wat een heerlijke set. Ik kan niet wachten om hiermee te beginnen. Dus ik ga vanavond gewoon mijn gezicht reinigen zoals ik dat altijd doe. En dan begin ik met de eerste ampoule. En dan over 7 dagen ga ik jullie laten zien hoe mijn huid eruit ziet. Nu zie ik er zo uit. En over 7 dagen ziet mijn huid er stralender uit, gladder en heb ik minder pigmentvlekjes. Nou, kijk maar even goed. Want wij gaan afscheid nemen van dit gezicht. Ik heb mijn gezicht gereinigd met een face wash en daarna met een watje en tonic gedaan. Wat je dus doet met deze 7-daagse peeling effect kuur, is dat je iedere dag op een schoon gezicht zo'n ampoule, de Revalift Laser X3, over je gezicht verspreidt. En daarna doe je gewoon
Het ritueel zoals je die altijd doet. Dus dan daarna het serum, de oogcreme en de nachtcreme. Nou, je moet bij het ampul even zorgen dat er niks in het dopje zit. Dus het moet allemaal naar beneden, want anders gaan we knoeien. En dan moet ik het ampul openbreken. En de inhoud moet over mijn gezicht. Dit gaat nu over mijn gezicht. Ik doe het niet op mijn ogen. Mijn dochter maakt buiten beeld heel veel herrie. Oh, dat prikt. Oh, dat tintelt. Nou ja, ze zeggen peeling effect, maar ik heb nog nooit een peeling gedaan. Maar ik kan me erbij voorstellen dat het zo voelt. Oké, dus dit zal wel even in moeten trekken. En dan gaan we... De Riva Lift Laser X3, het serum, het anti-verouderingsserum eroverheen doen. Ik denk dat één pompje wel vol staat. Met de vingertoppen. Die doe ik wel over mijn oogleden ook. Dan gebruiken we de Revita Lift Laser Renew X3, de oogcreme. Klein beetje. Nou, erin kloppen. En ik doe hem ook altijd zo over mijn frontrimpel. En tot slot de nachtcreme. En dan over 7 dagen. Ja, dan zou mijn huid zo gloed als nieuw moeten zijn. Ik ben benieuwd. Welterusten. Zo zie ik eruit na 7 dagen Revita Lift. Even spieken. Revita Lift Laser X3 7 dagen kuur. Peeling effect ampullen. Nou... Ik heb spontaan een pleister op mijn neus gekregen. Grapje. Ik heb even een moedervlekje laten verwijderen. Tussendoor, dus daar heb ik het niet overheen gesmeerd. Ik heb het gewoon eromheen gedaan. En iedere dag dat ik een ampul gebruikte, werd dat prikkeleffect eigenlijk steeds minder en minder. En bij de 7e dag voelde ik het helemaal niet meer tintelen. Maar ik had wel gisteravond toen ik het op had, dacht ik, het is wel echt lekker. Alsof het bloed goed stroomt ook. En ik had een mooie kleur. Nu natuurlijk al een beetje make-up op gedaan, maar ja, ik denk dat het wel goed is zo af en toe zo'n kuurtje doen. Maar mijn rimpeltjes, die zitten er nog steeds. Waar ik nou ook heel benieuwd naar ben, is of jullie het leuk vinden dat ik af en toe een review doe over een beautyproduct of een ander product wat ik gebruik. Of dat je gewoon zegt, Jessica, hou je op je YouTube-kanaal aan de dingen die echt Jessica zijn. Zoals de anti-suiker-challenge en het koken. Dus wat vind jij nou de leukste videocontent om op dit YouTube-kanaal terug te vinden? Laat alsjeblieft een berichtje achter in de comments. En vond je dit een leuke? Dan een duimpje omhoog. Fijne dag!